Maar gewoon van de Merwe, een nieuwe ploeg, een nieuw seizoen, een nieuwe vorm lijkt het wel bij jou. Ja, het gaat echt lekker, ja. Wat is er veranderd bij je? Nou, ik heb er weer plezier in. Ja, ik vind het echt weer leuk om marathons te rijden gewoon, ja. Want dat is vorig seizoen wel anders, denk ik. Ja, vorig seizoen liep gewoon niet lekker. Ik kwam gewoon helemaal niet lekker in de wedstrijden en nu gaat het wel goed, ja. Heb je een idee hoe dat kwam vorig seizoen? Nee, ja. Nou, ik had dat jaar ervoor echt natuurlijk een super seizoen. Ja, en toen viel het andere seizoen gewoon echt tegen, ja. Ook omdat je misschien te veel van jezelf verwacht of anderen te veel van jou verwachten? Ja, natuurlijk, het legde wel druk op je schouders, andere mensen. En ik verwachtte ook van mezelf wel veel. Ik had ook hoge doelen gesteld, want ja, dat jaar ervoor ging het echt heel goed. Dus ja. Dan is het heel teleurstellend opeens. Ja, zeg dat wel. Maar nu gaat het wel goed, ja. Je zit in een nieuwe ploeg, hoe gaat dat? Ja, het is gezellig. Mijn oude teamgenootje, Hilde. Dus, en daar kan ik heel goed mee. Skieler ik ook het hele seizoen. En Anne-Karien. Dat is ook heel leuk, ja. En ben je gewoon beter geworden of ben je weer terug op je oude niveau? Hoe moeten we dat zien? Ik denk terug op mijn oude niveau. En nu wil ik een stap vooruit zetten, ja. Mariska Huisman, je bent terug in Nederland en het peloton weet het. Vorige week derde en vandaag meteen de eerste overwinning. Ja, vorige week ging het al best wel goed. Ik had vorige week nog maar één keer geschaatst. En ik merkte vorige week wel dat ik nog een klein beetje wiebelig was. Vooral in de sprintjes, dat ben je gewoon, ja, dat heb je nog niet echt geoefend. Deze week heb ik wat meer geschaatst en ja, gaat een stukje beter. Eén keer op het ijs gestaan en dat kwam, voor de verklaring even, omdat je het WK skileren in Colombia hebt gedaan. Ja, we waren naar Colombia geweest voor het WK skileren en samen met Elma, Manon en Bianca en Aniek. En nu weer terug op het ijs, maar het gaat meteen goed met allemaal eigenlijk wel. Neem je dan die vorm, die beweging, dat ritme van zo'n WK mee terug naar Nederland? Nou, ik stap ook best wel snel of makkelijk over hoor, op de schaatsen. Dus iedereen traint in de zomer en iedereen heeft, is wel gefocust op de winter. En ja, zo hebben wij ook ons programma gedraaid. Dus... Je komt er dan in als de competitie twee wedstrijden oud is. Met wat voor idee begin je dan nog aan die competitie? Nou, gewoon volle bak. Ja, alles. Tussensprint, eindsprint. Ik moet punten pakken. Heel veel punten pakken. Want je staat erachter, maar dat betekent dus ook dat je het oranje pak niet helemaal uit je hoofd hebt gezet. Nee, nog niet helemaal. Nou, ik denk wel dat het een beetje een lastige opgave gaat worden. Maar ik pak zo mijn puntjes mee en ik zal zien waar ik kom. Ik denk niet dat ik echt het oranje pak ga pakken, want ik sta echt heel veel punten achter. Ik denk niet dat ik dat ga halen. Maar ik zal kijken waar ik kom.